Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. De talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. En had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Ze is niet. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijft zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zijn profetieën. Zij zullen teniet gedaan worden. Het zijn talen. Zij zullen ophouden. Het zijn kennis. Zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden.
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind. Het leven te leven zoals je graag had gewild en voor je hebt gezien toen je nog kind was en tiener. En het verlangen van iemand naast je, iemand die je onvoorwaardelijk aanvaardt zoals je bent, iemand die lief en leed met je deelt en die open voor je staat, iemand die je groot maakt en niet kleineert. Iemand die je troost als je je alleen voelt. Gewoon iemand naast je. Iemand die met je is. Beiden zijn jullie op zoek gegaan, op zoek naar die ander. En het is niet een gemakkelijke zoektocht geworden. Ja, er zijn veel mensen die een ander zoeken. Maar waarom en waarvoor? Dan pas ontdek je hoeveel leegheid er is. Hoeveel ikgerichtheid. En ook hoe de erotische liefde heel veel zoektochten van mensen kleurt, bepaalt en soms verziekt. Nu is er niks mis met lichamelijke liefde, laten we wel zijn. De Bijbel bezingt deze liefde zelfs prachtig, bijvoorbeeld in het Hooglied, waar we lezen: want de liefde is sterk als de dood. Haar kolen zijn vurige vlammen, vlammen des Heeren. Alsof er een spoor van vreugde door de hemel gaat. Alsof er een glimlach te zien is op het beproefde gelaat van de Schepper. Wanneer hij deze liefde bij de mensen ziet. Nee, er is helemaal niks mis met lichamelijke liefde tussen mensen. Maar hoe goed en belangrijk ook, het is niet genoeg. Het is niet voldoende om een huwelijk in stand te houden op positieve wijze. Daar is meer voor nodig, juist in een wereld waar de reclame ons voortdurend voorhoudt: doe wat je wil, doe wat je lekker vindt, dan voel je je goed. Een wereld waar mensen steeds meer leven om te hebben. Waarin ze ook die ander, ja, elkaar willen hebben. En waar het criterium bij alles wat je wil hebben is, dat het je een goed gevoel moet geven. Ja, dan wordt het een zaak van minnen en plussen. En dan kies je voor die ander op grond van datgene wat die ander jou te bieden heeft. Maar waar mensen elkaar als snoepgoed gaan zien, daar ligt een groot gevaar op de loer. Want wat moet je als een snoepje je niet langer aanstaat? Als je toe bent aan een nieuwe smaak, ach, dan neem je toch gewoon wat anders. Zo gaat dat in de wereld van de heb. Mensen zijn inwisselbaar geworden en in feite wegwerpt mensen. De Bijbel deed dat ook al, dat mensen elkaar zomaar weer aan de kant kunnen zetten. Ook daar is het rijtje nemen, hebben, afdanken bekend.
En daarom spreekt de Bijbel naast de lichamelijke liefde over nog een andere liefde. Over de liefde als inzet. En precies die liefde heeft Paulus op het oog in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Die liefde heeft niets te maken met natuurlijke aantrekkingskracht. Die liefde ziet mensen in hun kwetsbaarheid. Ziet hun angst en onzekerheid. Hun slechte gewoonte ook. En hun alleen zijn. Hun onmacht en verlangen. Die liefde ziet hoe onvrij mensen kunnen zijn. En wat deze liefde doet is mensen vrijmaken. Wat geknakt was weer opricht. Mensen zonder enig zelfvertrouwen vertrouwen geeft. En wie geen enkele zelfwaardering hadden, leert ze weer houden van zichzelf. Ze zegt deze liefde, jij bent meer dan de moeite waard. Ze vraagt niet, wat krijg ik van jou? Wat heb jij mij allemaal te bieden? Maar ze vraagt, wie kan ik zijn voor je? En die liefde heeft jullie onverwacht toch nog gevonden. En je wilt er natuurlijk alles aan doen om die liefde te bewaren. Om te blijven praten, te blijven luisteren, te blijven zorgen voor elkaar. Maar om die liefde te bewaren moet je iets doen. Je moet iets loslaten. We zingen met elkaar gezang 225 uit de vervolgbundel. Zo zij het God van liefde, uw vrede.